Christine van Russel Henaar, 7 september 1950 Paramaribo. Grootkenner van Koto en Anyisa, oprichter Koto Museum. Christine Helena Henaar droeg als 5-jarige haar eerste Koto en Anyisa. Haar moeder, Ilse Henaar Hiewit, organiseerde jarenlang Koto-shows in Hotel Torarica. Christine trouwde in 1976 met Carlo van Russel. Van moeder Ilse verscheen in 1987 Surinaamse Koto's en Anyisa's, het eerste boek over deze Creoolse klededracht. In 1996 richtte van Russel Henaar de stichting Fumimre Wi Afo op voor het behoud van het Creoolse culturele erfgoed. Ze publiceerde in 2008 Anyisa Tori, de geheimtaal van Surinaams hoofddoeken. Een jaar later begon ze te Livorno het Koto Museum, dat in 2013 verhuisde naar de Prinsessenstraat in Paramaribo. Het museum heeft een rijke collectie van historische Koto en Anyisa, de daarbij horende sieraden en andere attributen. In oktober 2019 was het Koto Museum vertegenwoordigd op de grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. In december van hetzelfde jaar was van Russel Henaar curator van de expositie Kotomissie. De kracht van klededracht in het Klededrachtmuseum Amsterdam. Van Russel Henaar kreeg in 2018 de NAX Nederland Award en werd in 2019 benoemd tot officier in de Ereorde van de Palm. Odo, mina bigi sipi, mi ewaka ini so many watra, ma mi ankra mi no etrowe na ala lampe. Ik ben een groot schip, vaar door vele wateren, maar gooi mijn anker niet uit aan elke kade.